De wedstrijd Nieuw-Zeeland tegen de Oranje-Leeuwinnen is gespeeld. Nederland heeft met 1-0 gewonnen. Het was een spannende wedstrijd. De Oranje-Leeuwinnen waren met name technisch beter. Petra Hogewoning speelde goed en viel op door haar duels met de Nieuw-Zeelandse Hanna Wilkinson. Lieke Martens scoorde de 1-0. Ze werd eigenlijk niet goed aangespeeld. Te langzaam en achter haar. Maar dit was waarschijnlijk juist een belangrijk ingrediënt voor de goal. Dan maar een afstandsschot, zal ze gedacht hebben. Want was Lieke Martens wel snel en goed aangespeeld, dan had ze misschien de achterlijn gezocht om een voorzet te geven. De kiepster van Nieuw-Zeeland ging trouwens naar dat prachtig gekrulde schot met haar rechterhand en arm. Een fout, want dat schot viel in de linkerhoek. Het drukkende krachtvoetbal van Nieuw-Zeeland probeerde Nederland te ontregelen, onder andere door te tijd rekken, CQ door al dan niet terechte blessurebehandelingen. Vivianne Miedema oogt niet optimaal. Is Vivianne Miedema niet helemaal blessurevrij? Sowieso heeft ze een flinke periode niet goed kunnen trainen. Misschien kan de coach dan beter voor iemand anders kiezen die wat minder goed is, maar wel prima is qua fitheid en conditie. Bij NOS Studio Voetbal kwam het WK 2015 ook even aan bod. Helaas oppervlakkig en weinig precies. De Oranje-Leeuwinnen wonnen dan wel met 1-0, maar hadden een penalty tegen kunnen krijgen. Gelukkig voor Nederland floot de scheidsrechter niet voor een penalty. De scheidsrechter kwam notabene uit Mexico. Denk aan de duik van Arjen Robben bij het WK van 2014. En dat Mexicaanse meisje die daarover een verbouwereerd liedje heeft gezongen. Dus een gelijkspel had niet misstaan, maar Nieuw-Zeeland-Nederland 0-1 moet dan maar beschouwd worden als overwinning voor het technische voetbal ten opzichte van het krachtvoetbal.